Op school kun je bijvoorbeeld geen alcohol inschenken, want dat mag niet. Hier kun je dat wel doen. Het idee van de smaakmakers is ontstaan in het voorjaar van 2021. Toen zat zowel de school als ons podium als de horeca zat in een lockdown. En toen zijn wij met elkaar in gesprek gegaan en hebben we gekeken, ja, hoe kunnen we elkaar helpen in deze crisis. Nou, het unieke daaraan is dat kids in plaats van op school praktijklessen voor me hier in het echt kunnen beleven. Dat was een heel groot applaus. Wat voor opleiding doe je? Ik doe bediende en letterlijk gewoon een beetje alles. Horeca. En wat vind je nou het leukste in horeca? Toch het bedienen. Toch echt het bedienen, ja. Ik vind het leukste om een beetje te koken en koffie te maken. Hoe vind je het nou om zo in de brasserie te werken? Nou, het is nog eigenlijk nog een beetje wennen. Maar ik wen er echt heel veel aan. Ik vind het heel leuk om in de brasserie te werken, want dan is het heel gezellig met de mensen hier. We gaan straks broodjes maken, maar we gaan nu alvast de broodjes bakken, zodat ze afgekoeld zijn en alle delen gaan beleggen. Wij denken dat het nodig is om de beeldvorming over deze jongeren positief te beïnvloeden. Omdat zij niet altijd evenveel kansen krijgen of kunnen pakken om volwaardig mee te doen in de samenleving. Ik denk dat deze leerlingen snel wel een stempel krijgen dat zij in een achterstand hebben. En ik vind dat dat niet nodig is, want iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten en die kunnen ze hier mooi laten zien. En ontwikkelen. Wat maakt jou nou een echte smaakmaker? Dat mensen complimenten geven over het eten. Dat mensen respecteren dat het eten heel erg lekker is. Ik vind het leuk om alles te doen wat ze hier kunnen doen. En het is hier gewoon heel leuk. Wat is nou het verschil tussen hier in de smaakmakers werken of op school bezig zijn? Op school is het gewoon hoe je als kinderen komen om koffie of thee, dan kunnen wij dat zomaar zo inschenken. En hier kan je gewoon met een dienblad en mensen vragen van is alles naar wens, is alles schoon, is alles prima. Waarom moeten mensen nou echt een keer bij de smaakmakers aankomen? Klanten maken ons echt heel erg blij. En als mensen, als ze hier eten, dan wordt iedereen gewoon helemaal, oh ja, dat is lekker, oh ja, dat moeten we nog een keer proberen.